Mijn wandel met God, deel 12. Hey, vandaag wil ik een boodschap delen over een bemoediging met Jezus. Op vakantie met Jezus. Ik wil het Bijbelgedeelte met jullie delen over 1 Samuel 16 vers 7. En ik wil met jullie delen een gebed. We beginnen met bemoediging met Jezus. Spreek, Heere, uw dienaar luistert. Ik wil graag met jullie de tekst van het lied Spreek, o Heer, van Opwekking 6, 8, 9, met jullie delen. Dat gaat over Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld. Leer ons, Heer, uw volmaakte weg, echte nederigheid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu in het heilig vuur van uw zuiverheid. Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw. Laat de diepte zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot een eeuwigheid. Uw genade geeft ons de zekerheid. Al wat u belooft, wordt eens werkelijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk en uw scheppingswerk tot in heerlijkheid. Wauw. Ik vind het gewoon bijzonder, want ik heb geleerd in een samenkomst ergens in een huis om in plaats van de liederen te zingen, de liederen op te zeggen. En dat vond ik gewoon, deed iets met mij, waardoor ik dacht van wauw, daar wil ik iets mee doen. Ik vind het ook heerlijk om te zingen. Ik was vorige week in een kerk waar ik luister heel veel naar pastor Anko, een Nederlandse voorganger die in Barcelona twee gemeentes heeft. Die was in Nederland gekomen. Hij kwam voor het eerst, heb ik hem echt live fysiek ontmoet. Dat is gewoon fantastisch. En er was een zaaltje naast een ruimte van een gereformeerde kerk. En hoe mooi is het dat ik op het podium, er was niemand in die kerk, heerlijk aanbiddingsmuziek heb gezongen voor een lege kerk. Maar die klank die daar galmt, wauw. En het was gewoon echt heel mooi om daar te zijn. En ik vond het zo mooi om te horen dat ook deze pastor Anko voor een doorbraak stond in zijn leven. Waardoor hij eigenlijk iets wilde bereiken in Nederland. En hij eigenlijk op wilde geven omdat het geen mensen bereikte. En ik op dat moment een gebed hoorde van hem. En hij wilde bemoedigen omdat het zoveel met me deed, het gebed op YouTube. Dat ik hem daarin bemoedigde van wauw wat het met mij gedaan heeft. En dat voor hem daardoor de doorbraak was om door te gaan. En dat hij doorgegaan is en nu al heel veel mensen die hem volgen. En hij ook live gebeden doet op vrijdagavond. Ja, en ik wil hem daarin gewoon bemoedigen. Want hij bereikt heel veel mensen. Dat is gewoon fantastisch. Het was heel mooi om hem te kunnen ontmoeten. En hij vroeg mij daarom een getuigenis te doen wat de Heer met mij allemaal gedaan heeft. Wauw, wat een mooie uitkomst was dat om dat te mogen doen. Hey, op vakantie met de Heer Jezus. Vorig jaar ging ik op vakantie en maakte ik de meest mooie dingen mee. Leidde ik mijn vakantie in de handen van Jezus. We boekten helemaal niks. We lieten onze reis gewoon bepalen. En we kwamen op hele mooie plekken. En dit jaar wilde ik dat weer. Maar de eerste week wel op vakantie waar ik heb er ook al een filmpje over opgenomen. Het was mijn verlangen naar nieuwe doorbraken met de Heer, nieuwe wandel met de Heer, was eigenlijk onbewust omgezet in verwachtingen. En ik merkte teleurstelling. Ik merkte teleurstelling omdat ik hele grote dingen aan het verwachten was. En die hele grote dingen die kwamen niet. Maar ik zag de kleine doorbraken niet. En uiteindelijk heb ik het mogen zien, heb ik ervoor gebeden, heb ik om vergeving gevraagd. En de tweede week en derde week we op vakantie gingen. Het enige wat we hadden gepland is van we gaan een keer naar Friesland. We gaan naar Groningen, want daar zou ik spreken voor een groep. En ik zou in Nijkerk ook spreken voor een groep over de ziekteverslaving en herstel daarvan. En ik heb gevraagd aan de Heer, breng ons op plekken. We hebben mooie nieuwe mensen ontmoet. We hebben christenen die we al kenden weer ontmoet. We hebben samen gebeden, heilige avondmaal gevierd. Ook met mensen die nog nooit heilige avondmaal thuis hebben gevierd. Hoe bijzonder is dat om samen met elkaar dit te mogen ervaren. We waren ook in Hogeveen. Ik zal het even laten zien. Hogeveen. Het muzieknootje.
Hè, muzieknootjes gewoon in de binnenstad. Is een jongen die in de 20 is. Hè, dan mogen christenen bij elkaar komen. Je kunt er ook gitaar leren spelen. Je kunt er koffie drinken en tosti. Ze doen soms samenkomsten. Hè, praise and worship doen ze. En dat is gewoon echt thuiskomen. Was gewoon heel fijn om daar gewoon te zijn. En zo hebben we allerlei stappen mogen doen. En hebben we allerlei mooie mensen mogen ontmoeten. En dat was gewoon een fantastische vakantie. En soms merk ik aan mezelf. Hè, dat je legt je vakantie in de handen van de Heer. Je laat hem bepalen waar je heen gaat. Je hebt niks geboekt. En dat je soms in de controle schiet. Ik weet dat we naar Hoogeveen reden. En uiteindelijk gingen we toch op ons telefoon kijken van oh, hotel, 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 wow, wow, alles is bezet en we moeten misschien wel heel ver uitwijken. En dan op dat moment van na anderhalf uur helemaal in die telefoon ineens zo'n moment van wow, wat zijn we nou aan het doen hier? We zitten weer in de controle, laten we samen bidden. En dan gingen we samen bidden van Heer, we geven vakantie en nu bepaalt u onze reis. En dan merk je toch dat er die controle nog zit, maar die laat je dan uiteindelijk laat je die los. Je bespreekt dat met je partner, tenminste ik met Suzanne bespreek dat. We laten het los, we rijden richting Hoogeveen, we rijden de Talud af, we zitten daar in een hotel. Ja, en we lopen naar binnen en we zeggen, Heer als het van u is vader, laat uw hand zien. En we komen naar binnen en we vragen naar een hotelkamer. Die man zei, alle hotelkamers zijn vol. Wacht, ik heb nog één kamer. Die is niet opgeknapt, het is nog een basiskamer. Maakt ons niet uit, wij zijn tevreden met een basiskamer. Wauw. Wauw. Zo bijzonder, weet je wel, zo bijzonder. Als we maar durven te vertrouwen op de hand en op het werk van onze lieve hemelse vader. En het is gewoon fantastisch dat we daarin gewoon uit mogen strekken. En dat we gewoon een geweldig mooie vakantie hebben mogen ervaren. En zo zijn we ook in Duitsland uitgekomen, net over de grens bij Enschede, bij Gronau. He, dat is een gezin, die zijn van de stichting For Autism, Vier Autism. He, die mensen met autisme... He, een plek geven als, om daar als gastgezin te komen bij dit gezin. Wauw, zo waardevol, zo warm. Dus als je iemand kent he, die autistisch is en die misschien een plek nodig heeft om tot rust te komen, zou dit gewoon een uitgelezen plek zijn om daar tot rust te komen. He, ze doen met die stichting doen ze heel veel van dit soort werk. Dus als je hier informatie over wil, gebruik het e-mailadres he, wat onder in de beschrijving staat. Om contact met mij op te nemen, zodat ik jullie hè, in contact kan laten komen met elkaar. Hè? En ja, wellicht ken je iemand en zou je diegene daar gewoon een enorm plezier mee doen. Dan wil ik met jullie het Bijbelgedeelte lezen. 1 Samuel 16 vanaf vers 7. Maar dit, ik wil voorlezen 1 Samuel 16 vers 1 tot 10. Ik pak de Bijbel er even bij. En Samuel 16 vers 1 tot 10. Dit is van de Herziene Statenvertaling. David door Samuel tot koning gezalfd. Toen zei de Heer tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw horen met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere, neem een kalf van de runderen met u mee. En zeg, ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u moet doen. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wel wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden... Is uw komst met vrede? Hij zei met vrede, ik ben gekomen om voor de Heer een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en noodde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de Heer zijn gezalfde. Maar de Heer zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Want ik heb hem verworpen. Hij is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinab en hij deed hem voorbij Samuel gaan en hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Daarom liet Isaï Samuel voorbij gaan, maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. En zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei, tegen Isaï, de Heere heeft deze niet uitgekozen. Ik
zal het laatste stuk ook even lezen, 11 tot en met 13. Toen zei Samuel tegen Isaï, zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven, zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten tot hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Wauw. Dan wil ik hier een stukje lezen over Eliab, de stoere kerel. Samuel werd er door de Heer op uitgestuurd om een volgende koning te zalven. Hij kreeg de naam van de kandidaat niet mee op een briefje. Voor Samuel was het ook een verrassing wie van de zonen van Isaï God op het oog had. Zodra hij Eliab zag, wilde Samuel de olie al uit zijn zak halen. Deze man moet er beslist zijn. Een flinke vent, niet meer al te jong, een goed voorkomen, wat wil je nou meer? Maar voordat Samuel de olie tevoorschijn kan halen, hoort hij Gods stem. Ho, ho, Samuel, deze man heb ik afgewezen. Ga niet af op zijn uiterlijk. Een beetje teleurgesteld vraagt de profeet aan Isaï om hem voor te stellen aan de tweede zoon, daarna aan de derde. En zo gaat het maar door. Steeds hoort Samuel de stem van God. Deze heb ik niet uitgekozen. Ten slotte zijn ze alle zeven geweest. Ook Isaï zal er onrustig door geworden zijn. Wat wil die profeet nu eigenlijk? Wat, David laten halen? Het kleine broertje? Wat heeft het nu voor zin? Daar komt hij binnen. Een leuke knul met sprekende ogen. Maar lang niet op het stuur van zijn broer Eliab. Hij is het. Niet te geloven toch? Waar kijken wij naar bij een sollicitant? Op zoek naar een dominee of een oudste? Iemand met een beetje goed voorkomen, niet al te jongensachtig graag, vlotte babbel, stevige handdruk. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Een uitspraak om te onthouden. Dan staat er als gebed, Spreuken 19 vers 21. Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heer. Wauw. Nou, dit is een boekje dat heet Op de Man Af. Dat heb ik gratis in een kringloopwinkel gekregen in Katwijk. Daar geven ze alle Bijbelse boeken, alle dagboeken van de Bijbel, geven ze gratis weg. Wauw. Waar eigenlijk gaat over 40 dagen inspiratie met mannen uit de Bijbel. Ik heb echt heel mooie teksten daaruit kunnen lezen en mezelf kunnen verdiepen. Dat is echt gewoon fantastisch voor elke dag. Stuk van 1 Samuel 16 vers 7 bracht me naartoe om stuk in het Bijbelgedeelte, Bijbelstudiegedeelte gelezen. En daar sprak mij een verwijzing aan naar Galaten 5 vers 16. Waar staat, ik bedoel dit. Laat je leiden door de geest en niet door je ik. En Psalm 52 vers 12. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Wauw, en dit bracht mij naartoe, toen ik dit las, bracht mij naartoe bij het gebed wat ik met jullie wil delen. Wat ik elke dag in gebed breng tijdens mijn voorbedes. Als ik in voorbedes ga, doe ik elke dag een gebed naar de Heer en dan zit dit gedeelte bij. En dat gaat zo, het gebed. Laat mij zijn als u, daar gaat het gebed over. Vul mij nu, Heer, geheel met u, Heer. Maak uw geest in mij als het fontein. Een bron van leven. Vul mij nu met uzelf steeds meer. Maak mij nu vol van u en was mij rein. Maak uw woord levend in mijn hart. Verlicht mijn verstand en openbaar mij uw waarheid. Verheerlijk Jezus Christus in en door mij heen. In Jezus naam. Amen, amen en amen. Hey, tof dat ik weer een filmpje op mocht nemen. Ik hoop dat het je bemoedigd heeft. Als je denkt dat je er andere mensen mee kan zegenen, stuur het vooral door. Hey, ik zou het leuk vinden als je reactie onder het filmpje achterlaat wat het met jou gedaan heeft. He, en als je me wilt contacten, in de beschrijving is een e-mailadres, zodat je dat kunt gebruiken of voor iemand anders. He, gebruik het gerust. Als je een mail stuurt, zal ik altijd reageren. En ik wil graag... Ja, zeggen als je niks wil missen van mijn video's, abonneer je dan op mijn kanaal, zodat je melding krijgt van alle nieuwe filmpjes. Ik wens je godsrijke zegen toe in Gods Koninkrijk.
Amen.